onze vriendjes en vriendinnetjes, we komen er weer aan. Alle vriendjes en vriendinnetjes, het is Bassie en Adriaan. Wakker worden! Hey, hey, wie zijn jullie? Ik ben Poncho, een bandiet. Hoi, aangenaam. Ik ben Bassie de clown. Geen grapjes, hè? Handen omhoog! Hoog, voor, zij, laag, hoog, voor... Joh, Poncho, het is veel te warm om te gommelen stikken. Gringo, geen grapjes. Dit pistool is echt. Geen grapjes. Nou, die grap van jou is anders ook goed, hoor. Gringo, geen grapjes. Dit pistool is echt. Als je niet doet wat ik zeg, dan maak ik jou een kopje kleiner. Hier met je geld. Maar joh, ik hoef geen kopje kleiner, joh. Ik ben al zo klein, joh. Nou, kom op met je geld. Zes, ah, joh, oh, dit is pikken, joh. Oh, als Adriaan dat je weet, je komt, nou, dan kom je moeilijk, hè, joh, jochie. Adriaan, wie is dat Adriaan? Adriaan is mijn vriend en die komt straks terug en dan zit jij mooie moeilijkheden. Adriaan? Zo, er blijft niet veel meer over. Hé, hey, Bassie heeft bezoek. Die laat de mensen weer lachen. Adriaan, help! Hey. Adriaan, help! Hé, hey. Adriaan, dat is Bassie. Kom eens gauw. Die is in gevaar. Wat is er gebeurd? Wat zeg je nou? Rustig nou, kalm, wat is er? Jullie kwamen een stelletje pikkers en die hebben mijn geld geboefd. Wat? Hé, een stelletje boeven, die hebben mijn geld gepikt. Waar zijn ze heen gegaan? Daarheen. Daarheen. Kop, op je paard en erachteraan. Ja, die hele tijd erop. Ze waren met z'n vieren, hè? Oké, was die kop erachteraan. Hé, hey, hup! Ze verstoppen zich achter die rotsen. Van je vader, kom op, gauw op. Wat doen we nou? Moet je luisteren. Jij gaat zo om en ik ga zo om. Dan proberen we achter hun te komen. Ik weet wel veel beter. Wat dan? Ik ga naar huis. Nee, ik blijf hier. Ik sluip zo om en ik probeer achter ze te komen. Ja, maar dan ben ik helemaal alleen. Moet je luisteren, jij blijft hier en jij moet ze het idee geven dat die hier alle twee nog zijn. Hoe kan dat nou? Nou, doe je hoed af. Zo. Nou, de hoed op de stok. Die steken we erboven. Dit is een goede zeg, hè? Moet je luisteren? Ja. Dan steek je om de beurt één van onze hoed omhoog. Ja. Begrepen? Ja, ik heb het begrepen. Hey, ga je maar. Doe je voorzichtig? Ja, als jij ook op. Okay. Yeah.
kans een leuke prijs te winnen. En het is niet moeilijk. Hey, dat is geweldig, zeg. Dat is één raak van de vijf schoten, meneer. Ik heb het goed gedaan. Dat is één trofee. Ja, dames en heren, zet u even de volgende ronde. Het is vermaak voor jongen ook. En schiet hem aan. Hey, dat is crimineel. Dat is geweldig, meneer. Is een geboren schutter. Hij krijgt twee troostprijzen, want hij heeft twee van de vijf raak. Hupsidee, voilà. Oh. Dames en heren, heeft u nog iets gewonnen, blijft u dan vooral meespelen, want de aanhouders zijn hier de winnaars en de winnaars zijn hier de aanhouders. Zet mij even de nieuwe ronde. 1, 2, 3, 4. Dat is geweldig. Meneer heeft 5 van de 5 schoten geraakt en krijgt daarvoor een enorme grote prijs. Even kijken. Oeh, kijk eens even. Oeh, en dat is deze. Upsidee. Pontjo, handen omhoog. Laat je wapen vallen. En hier met je geld. Moet je maar niet aan! Voorzichtig! Keer maar weer.